Ja, vanaf vandaag op de woensdag een serie portretten van Brabantse muzikanten die misschien niet echt bekend zijn bij het grote publiek. Maar toch zijn ze heel groot in de muziek, maar treden ze uit bescheidenheid vaak niet op de voorgrond. Zoals bijvoorbeeld Steffen van Haastrecht uit Raamsdonksveer, die vele jaren deel uitmaakte van Within Temptation. Steffen van Haastrecht was vanaf 2002 ruim 8 jaar drummer bij Within Temptation. Op muzikaal gebied het meest succesvolle exportproduct van Nederland. De band reisde de hele wereld over en kreeg verschillende muziekawards, Edisons en tientallen gouden en platina albums. In Duitsland, in België, in Nederland, Finland, Portugal of Spanje volgens mij. Het meeste verkocht is wel in die landen. Ja. Ja, we hebben een zilveren en een gouden harp mogen winnen. Ja, ik vind het wel een bijzonder iets als ik heb dit boek toegestuurd gekregen. En als ik dan zie wie hier allemaal in staan, mensen die ik van kinds af aan, waar je dingen van mee hebt gekregen, dan denk ik van nou, ik ben wel trots. Eigenlijk wel heel trots dat ik hier ook in mag staan. Within Temptation boekte wereldwijd enorme successen. En daar doe je het als muzikant ook voor. Toch nam hij in 2010 het besluit om uit de band te stappen. Ja, waarom doe iemand dat? Ja, er is een punt. Op een gegeven moment bereik je een punt waarop je voelt dat het niet meer gaat. Het zij tussen mensen, het zij omdat je toch het gevoel hebt dat het lastig is als je je kind vanuit de laptop op ziet groeien. En dat bij elkaar opgeteld en de toekomstperspectieven denk je toch van nou, we gaan een andere weg bewandelen. Aan het eind van de speciale tour door Nederland nam Steffen van Haastrecht destijds in het Amsterdamse Carré officieel afscheid van de fans. En ik hou van jullie. Dankjewel. Zoals het in die band werkte, was het gewoon dat er twee mensen bandeigenaar zijn of de firma hebben. En 4 andere mensen die worden verloond of die krijgen gewoon per optreden betaald. Dus dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Hoe groot was dat in het buitenland? Het was groeiende. Het was nog steeds groeiende op dat moment. En ja, het wordt volgens mij nog steeds groter en groter. Dus daar zit nog geen eind aan volgens mij. Ik volg het natuurlijk niet meer zo. Maar Rocky Doll, ja, het is soms bizar. Soms maak je bizarre dingen mee. Je kan ze maar goed herinneren. Dubai, waar het een gekke huis is. Dat je soms niet kan geloven van ja, ze zijn nou zo ver van huis en toch vindt iedereen het zo te gek in Japan of in Chili en ja, alleen maar bijzonder. Ja, je kan achteruit blijven kijken, want het blijft een dubbel iets, maar ja, je moet vooruit en dat daar ligt dan de focus. Door zijn succesvolle jaren bij Within Temptation is Steffen van Haastrecht nationaal en internationaal een grote naam in de muziekwereld geworden. Ja, dat zou ik zelf dan niet zo goed weten. Ik vraag daar eigenlijk ook nooit naar. De ene weet wel wat je gedaan hebt, en de ander weet het helemaal niet. En die kent de band niet eens, die zijn er ook nog genoeg. Dus het is niet iets waar ik mee te koop loop. Als mensen het zien en ze zien een gouden plaat of zo, dan vertel ik er graag over. Over de mooie ervaringen en als ze er wat van willen weten. Maar het is niet dat ik met een t-shirt rondloop van ik zat in Within Temptation of zo. Nee. Momenteel werkt hij als audiotechnicus en producer in de Swamp Studio in Raamsdonk. Waar hij ook zijn jarenlange ervaring als drummer kan gebruiken. Ja, die drive om van drummen je beroep te maken, die had ik al heel jong. Om de wereld over te gaan en... Maar de passie voor het opnemen en vastleggen voor bands, dat ook al. Want daar ben ik eigenlijk ook tegelijkertijd mee begonnen, mezelf op te nemen. En soms denk je wel eens van, nou, ja, wat kan ik nou eigenlijk? En de ene keer merk je toch gewoon van, ja, het valt best wel mee. Ik kan nog wel wat. Want dan zie je van, nou, wat je allemaal geleerd hebt, die bagage, die rugzak die je zit op een gegeven moment... Gaat hij steeds voller zitten en kan je daaruit putten. En zie je dat,
zeker bij wat jongere bands, dat je die zoveel mee kan geven aan adviezen. Hoewel hij op dit moment geen vaste band heeft, blijft hij wel actief als drummer. Zo speelt hij af en toe in een band die Zydeco-muziek speelt. Dat is heel iets anders, maar dat is ook maar van tijdelijke aard op dit moment. Dat is natuurlijk wel een beetje op het oude nest, want ik heb heel lang geleden, toen ik nog jong was, heb ik ook Cajun en Zydeco-muziek gespeeld. Ja, als je iets 10 jaar of een kleine 10 jaar gedaan hebt en je weet dat een liedje is zo lang en dat is eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. En dit is toch wel wat onvoorspelbaarder en daar komt het echt op luisteren en spelen met elkaar en lol hebben met elkaar. Dat is ook belangrijk. De tijd zal het leren wat er gebeuren gaat met mij als drummer. En muziek, daar stop ik niet mee. Dan zal ik eerst moeten stoppen met ademen.